Welkom bij de Goed Met Geld Podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering 27 alweer van de Goed Met Geld Podcast. Mijn naam is Bas van firedebos.eu. En ik ben Arjan van Stop 'm voor mijn 50ste.nl. En we zitten nog steeds aan mijn keukentafel recht tegenover elkaar. Het is super tof om gewoon weer in persoon een aflevering op te kunnen nemen. We hebben dat natuurlijk een aantal weken geleden al een keer bij Arjan thuis gedaan. Vandaag en de aflevering van vorige week, die nemen wij op aan mijn keukentafel. De microfoon staat in ons midden. En we gaan het vandaag gewoon weer lekker een leuk gesprek over geld hebben. En dan met name over de mentaliteit en de psychologie achter geld. Maar Bas, voordat we daaraan beginnen, ik wil even zeggen, ik ben trots. Dankjewel. Ik ben trots, niet alleen op ons, op onze luistercijfers. We hebben echt, ondertussen zitten we al richting de 6000 downloads in de afgelopen maand. Maar ondertussen, en we hebben het een aantal weken terug, hebben we het al aangegeven, wij gaan een podcast opnemen bij het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. Dat gaan we doen op 12 januari 2020, dus dat duurt nog even. Dat is nog ver weg. Nog ver weg, maar ik ben wel even trots. Want ondertussen zijn alle persberichten eruit en als ik dan gewoon terugkijk, de hele tentoonstelling is gewoon geopend door fucking Koningin Maxima. En wij zijn op de flyer. Wij staan op de flyer. Wij zijn op de website. En als je dan gaat kijken, er zijn een aantal lezingen. Elke maand is er een lezing daar. Rondom het thema gek op geld. En gek op geld, wat dan ook, er is zoveel met geld te doen. Er is zoveel wat over geld gaat. En als ik dan zie dat wij, als de Goed Met Geld podcast, staan we in het rijtje met de personen die anderen begeleiden als je een miljoen hebt gewonnen bij de staatsloterij bijvoorbeeld. Wij staan in het rijtje met iemand van het Nibud. Wij staan in het rijtje met mensen die gewoon hun hele carrière hebben besteed aan financiën, aan goed met geld omgaan. En lezingen daarover geven en wij staan in dat rijtje. Nou, dat is waanzinnig. Ja, dat maakt mij trots. Daar ben ik super blij mee en wij zetten ook daarom gewoon weer even de link daar naartoe. Je kan je kaartje reserveren via deze website. De kosten zijn €5,50 voor de entree en €10 voor de lezing zelf. Maar daar kan je ook gewoon weer korting op krijgen als je een museumjaarkaart hebt, een studentenpas, een Rotterdampas of noem maar op. Staat allemaal op de website genoemd. En als je nu zegt van hey, ik wil al die lezingen gewoon een keer bijwonen, want ze zijn allemaal wel heel tof. Kan je zelfs nog vriend worden van het museum voor €25. En dan mag je ze verder allemaal gratis bijwonen. Ja, dus de website van dit museum is bdmuseum.nl voor Belasting- en Douanemuseum. Bdmuseum.nl, we gaan ze ook opnemen in de show notes van deze week. En die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl/027. Want we zitten in aflevering 27 van de Goed Met Geld podcast. En vandaag gaan we het dus hebben, zoals ik al zei, over de mentaliteit en de psychologie achter geld. Ja, genoeg reclame nu voor onszelf inderdaad. Laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Ja, Bas, wat heb je met je eerste salaris gedaan? Ja, ik heb er recht op, hè. Dus uit eten geweest en op vakantie gegaan en dat soort geinen allemaal. Oké, nou ik... Nee, is onzin natuurlijk. Ik ben er zeker wel van uit eten geweest en mijn ouders en mijn vriendin meegenomen, want dat doe je met je eerste salaris. Maar ik heb braaf mijn eerste salaris voor denk ik 30 of 40% opzij gezet. Want ik was aan het sparen voor een huis. Ah, lekker bezig. Ja. Ik was nu nog niet zo aan het sparen voor een huis. Het is al iets langer terug. Maar ja, ik heb er een Secrid van gekocht. Ik heb mezelf echt zo'n cadeautje gedaan, want ik had mijn eerste salaris verdiend. Dus ik heb er gewoon een hele mooie Secrid / portemonnee dus eigenlijk van gekocht. Die ook, ik draag dagelijks een pak, die ook weer mooi in je pak past. En ik dacht, ja, dat heb ik verdiend. Daar heb ik voor gewerkt. Ik heb het verdiend, vind ik wel eens een opmerking waar ik een beetje jeuk van krijg, Arjan. Waar? Waar krijg je jeuk? Oh nee. Dat wil ik liever niet zeggen. Je krijgt jeuk van die opmerking. Waarom dan? Ik verdien het. Ja, er zijn mensen die gebruiken de opmerking, ik verdien het om voor zichzelf goed te praten dat ze geld aan het verspillen zijn. Mensen die het niet nodig hebben, maar die zeggen van ja, ik heb het hele jaar heel hard gewerkt en ik ben een beetje zielig en bla bla bla, dus ik koop een nieuwe auto, want ik verdien het. En ik van ja, kom op man, dat is onzin. En met jouw portemonnee van 5 tientjes is dat een ander verhaal denk ik, omdat je voor de rest gewoon goed met geld bent. Maar er zijn mensen die er zoveel van zeggen, ja, maar ik verdien het. Dus ik vind dat ik meer kan uitgeven of dat ik iets cools ga doen. Nee, je kunt iets uitgeven omdat je ervoor gespaard hebt, omdat je bewust met je geld omgaat en met je uitgaven. Niet omdat je het verdient. Ja, maar waar ligt dan die lijn? Hè? Want je zegt, ja, ik verdien het wel of niet. Dat krijg je jeuk van. We zitten hier, zoals al gezegd, aan jouw keukentafel. En ik heb net een rondleiding gehad. En als ik een beetje om me heen kijk, ben je redelijk minimalistisch. Tuurlijk, het is leuk aangekleed en er staan wat meubels omheen en al dat. Maar ja, er staat ook gewoon een fauteuil. Je had prima zonder die fauteuil kunnen doen. Heb je die dan verdiend? Of was het gewoon leuk fauteuil voor de aankleding? Nee, hij zit gewoon chill. Het is gewoon relaxed, man. Maar dan heb je toch ook gewoon verdiend? Ja, natuurlijk heb ik het verdiend, want ik heb voor dat geld gewerkt. Nee, wat ik bedoel is, als je je geld uitgeeft aan de dingen die waarde in je leven bieden, aan zo'n relaxe stoel of aan een dure MacBook van €2000... dan moet je dat doen. En als dat waarde aan je leven toevoegt en als je daar blij van wordt, geef daar zoveel mogelijk geld aan uit aan dingen waar je blij van wordt. Geef vervolgens geen enkele cent uit aan dingen die niks aan je leven toevoegen. Dat is voor mij de mentaliteit van geld. Ja, maar als nou iemand blij wordt van een dikke BMW of een goede Audi, dan moet je dat doen, maar dan is het argument: ik word er blij van en ik heb het geld. En het argument is dan niet: ik ben heel zielig, dus ik heb het verdiend. Oké. Maar goed, dat is hoe ik daar tegenover sta. Maar ja, nee, natuurlijk. Ik ben maar Bas van deze podcast. Ja, nee, maar ik probeer er even doorheen te prikken. Want gelijk. Zoals aangekondigd, we hebben het over de mentaliteit van geld. En de mentaliteit hoe we nou met ons geld omgaan. En heel stiekem krijgen we allebei een beetje jeuk. Voor jou als luisteraar, wij zijn natuurlijk allebei zo goed mogelijk met geld bezig. En we proberen zoveel mogelijk te sparen en noem maar op. Maar ja, onder een aantal van onze leeftijdsgenoten is het wel een beetje van, ja, ik heb €10 verdiend, dus ik ga €10 uitgeven. Of 12. Want lenen is ook niet zo moeilijk. Ik kan rood staan. En ja, maar het is nu toch wel heel leuk. En ik heb ervoor gewerkt, dus waarom niet? En daar hebben wij af en toe wel een beetje moeite mee. Ja, vorige week hebben we het gehad over het goed zijn met geld en het opbouwen van vermogen. En dit gaat er eigenlijk een stukje op verder. Hè? Want op het moment dat je zegt van, ja, ik heb het geld, dus ik kan het uitgeven. Of ik ga mijn geld nu uitgeven, want ik weet, volgende week wordt mijn salaris gestort, dus dan kan het weer. Ja, dat is toch al, dan ben je gewoon niet lekker bezig. Dan ben je geld over de balk aan het smijten. En schiet mij maar af, ik ga het weer zeggen. Je bent dan niet bewust met je geldzaak. Je bent niet meer bewust bezig met datgene wat volgens ons heel belangrijk is. En dat is leven. Hè, je moet je leven goed leiden. Je moet in comfort kunnen leven. En als je inkomen daarna is, dan mag je het ook uitgeven. Maar wees je alsjeblieft een beetje bewust van wat je aan het doen bent. Dat is zo belangrijk. Doe dat gewoon. Het is niet moeilijk, maar... Ja, maar Bas, even. Ik heb het verdiend. Uiteindelijk heb je het sowieso verdiend. Dus per definitie klopt de stelling: ik heb het verdiend, want je hebt ervoor gewerkt. Of je hebt net een bank overvallen en dan heb je het niet verdiend, maar dan kan je het wel betalen. Maar ik vind het toch een lastige nog steeds. Want wij roepen wel heel hard: wees nou bewust en doe dit, doe dat. En dan zitten we nu, ik heb hier ook wat notities voor me liggen. De mentaliteit. Ik vind hem nog steeds een beetje van, nou, kom op zeg, die bank heb je ook verdiend. Wij gaan ook net een plankje bij ons aan de muur hangen, omdat we het gewoon heel leuk vinden. En ja, tuurlijk, we worden er blij van, maar uiteindelijk, we hebben het ook verdiend. Maar dat tientje kan je best leiden, toch? Ja, makkelijk. Maar als jij nu een nieuwe laptop gaat kopen van het geld dat je volgende week gaat krijgen van jouw baas, met het argument, ja, maar ik heb het verdiend, en je vergeet eigenlijk dat je dan ook nog even de zorgverzekering moet betalen in die maand, dat je het geld eigenlijk niet hebt. Daar heb ik een beetje moeite mee. Waar ik dan meer moeite mee ga hebben, is dan als je net een MacBook hebt gekocht en je hebt ook een vakantie geboekt en je moet ook nog de zorgverzekering, dat mensen gaan klagen. Ik denk dat ik daardoor meer moeite mee heb. Die gaan klagen van, dan moet ik dat ook nog betalen. Ja, ik ga wel op vakantie. Ik ga naar de andere kant van de wereld voor de komende 3 weken. Maar ik moet ook nog mijn zorgverzekering en het is allemaal zo duur. Ja, hoe herken je de Nederlander eigenlijk? Op het moment dat iemand begint te klagen over geld, dan weet je dat is een Nederlander. Of over het weer, maar daar zijn we sowieso goed in. Maar dat is, goed. Maar ik denk dat ik daar meer moeite mee heb. Dan kan je wel zeggen, ja, ik heb die vakantie verdiend. Maar als je ondertussen gaat klagen dat alles zo duur is geworden, ja, ga dan een keer minder op vakantie. Ja, ik heb dat regelmatig, dat is collega's zo bij de koffieautomaat een beetje hoor van, de maand is nog steeds niet voorbij, maar het geld is al wel voorbij. Maar ondertussen inderdaad, dure vakanties geboekt, gloednieuwe auto onder de kont. Dan denk ik ook van, dan heb je eigenlijk niet zo heel lekker gepland. Dus ik ben dat helemaal met je eens in deze, Arjan. Ja, maar dan is het toch, als je nou zegt, ik heb die vakantie verdiend, dan, als je hem kan leiden, ja prima, dan heb je hem toch gewoon verdiend. Geen enkel probleem. Nee. En als je daar elke maand lekker een beetje voor opzij zet, dan ga je dat doen en dan ben je gewoon goed met geld. Helemaal eens, maar ik denk dat dat ook wel een beetje is. Hè? Het gaat een beetje om een financiële planning die je op moet zetten. Want ja, natuurlijk heb je verdiend om op vakantie te gaan. Natuurlijk heb je verdiend om een mooie auto te kopen en te rijden. Zeker als je hem echt nodig hebt. Maar ik denk dat ik er persoonlijk dan heel erg moeite mee heb van die mensen die dan klagen. Klagen dat het allemaal zo duur is geworden, dat ja, die boodschappen, die worden wel heel duur. Dan kan ik niet meer die extra zak chips kopen of zo. Terwijl ik zie ze wel een aantal weken op vakantie gaan. Dan denk ik, Wat wil je nou? Waar stel je je prioriteit aan? Nee, dat klopt. Klagers zijn heel vervelend, dus wij stoppen nu met klagen over de klagers. Arjan, wat doe jij als je een eenmalig geldbedrag op je rekening krijgt? Van een bonus, je vakantiegeld, je belastingteruggave, je vindt een tientje op straat. Wat doe je dan? Ja, eigenlijk niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Nee, dan heb ik van, oh ja, er staat nu geld. En dan denk ik een week later van, hé, dat geld staat er nog steeds. Ik heb niet zozeer een afstreeplijstje van, oh, ik moet dit kopen, oh, ik moet dat kopen. En... Dat gebeurt niet. Dan gebeurt er niks in mijn hersenen van, oh, daar word ik blij van. Dus ik doe er gewoon niks mee. En dan denk ik na een week of twee van, ik heb het geld nog steeds. Ja, ik ga het gewoon maar investeren, want ik doe er anders toch niks mee. Ik heb dat afschrijflijstje dus wel. Maar dat afschrijflijstje, dat gaat niet pas lopen op het moment dat ik extra geld binnenkrijg dan wat ik normaal gesproken binnenkrijg. Dat afschrijflijstje, daar ben ik sowieso mee bezig. Elke maand wil ik een aantal stukken VWRL kopen. Dat is het enige wat ik elke maand wil kopen. En ik wil elke zoveel jaar mijn telefoon kunnen vervangen en zo. Maar of ik dat extra geld nou wel of niet binnenkrijg, daar ben ik niet zozeer mee bezig. Dus op het moment dat ik extra geld binnenkrijg, dan gaat het gewoon het standaard systeem in bij mij. Waarin ik mijn inkomen van die maand ga verdelen over de verschillende potjes. En het potje beleggingen is die maand dan wat groter. Jij hebt ook al zo'n potjesysteem. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb YNAB for the win. Ja, ik heb inderdaad ook van... Oké, nou, mijn salaris komt weer binnen. Nou, dan wordt er €25 voor mijn fiets alvast gereserveerd. Dan wordt €40 voor een computer, telefoon en al dat soort zaken gereserveerd. Nou, op die manier. En heb ik het dan verdiend? Nee, maar als mijn computer kapot gaat, koop ik gewoon een nieuwe. Ja, want dan heb je het geld ervoor. Dus daar heb je niet die €1000 voor nodig die je volgende maand van de belasting terug gaat krijgen. Daarom. En dat is wel een beetje... En dat heeft ook wel weer een beetje te maken met van... Ik hoef niet alles te kopen. Als ik nu... ik heb het eigenlijk... Heb jij het wel eens gezien, Marie Kondo? Dat hele opruim rotzooi? Ja, verschrikkelijk. Ik kan er echt niet naar kijken, want ik ben niet zo. Hè. Ik vind het veel te leuk om ook wat dingetjes te hebben om me heen. En inderdaad, als ik zo in mijn woonkamer rondkijk, het is niet supervol. Maar ik denk als Marie Kondo hier langs zou komen, dat ze zou spontaan omvallen. Die schrikt zich wezenloos. Ja, die weet ook niet meer waar ze moet beginnen. En de talk erbij ook. Ja, goed, dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar ik heb het wel eens langs zien komen inderdaad. De hele beweging over minimalisme. Mijn vriendin heeft het wel eens gekeken. En mijn vriendin die vindt het leuk om te kijken. En dan denk ik van ja, maar die mensen hebben ook gewoon heel veel te veel. Ja, mijn kledingkast ligt ook vol. En dan vooral met wat oudere t-shirts die ik eigenlijk nog niet weg wil gooien. Maar ik koop ook geen nieuwe t-shirts. Dus het heeft ook wel een beetje... Ik hoef niet zoveel nieuw te kopen, maar ik gooi ook niks weg. En ik denk dat Marie Kondo daar wel weer in goed bezig is. Maar er zijn ook gewoon mensen die kopen iets en dan zit het kaartje er nog aan. Ja, en een jaar later zit het kaartje er nog steeds aan. Hè? En 2 jaar later nog steeds. Ja, verschrikkelijk. En dat is ook wel een beetje, hoe ga je met dat geld om? Wat ik pas trouwens ergens las, hè, want mensen die blijven maar kopen. Er komt dus ook een stofje vrij als je iets koopt. Wist je dat? In je hersenen komt er zo'n stofje vrij. Van, hé, ik heb wat gekocht, leuk, daar word ik happy van. Ja, dat geeft een enorm geluksgevoel als je wat nieuws koopt. Dat geeft je zo'n boost en een stukje adrenaline. En dat is leuk en dat is fijn. En ja, daar raak je verslaafd aan, hè? Ja, en dat is denk ik misschien wel het probleem. Van elke keer dat nieuw kopen. Ja. En ja, ik denk dat je uiteindelijk daardoor ook een beetje in de problemen gaat komen. Van, oh, ik heb een shit week gehad. Ik ga maar even winkelen op zaterdag. Ja. Okay. Ja, ik word er niet gelukkig van. En er zal wel iets in mijn brein kapot zijn of zo, dat ik die stofjes niet krijg. Maar ik ben wel heel blij dat ik daar niet zo last van heb. Ja, nee, ik heb het ook. En ik heb dan wel weer, ik word weer blij van gadgets. En boys and their toys, zeggen ze dan. Dus ja, als de jongetjes groter wordt het speelgoed ook groter. En de speelgoedautootjes worden echte auto's. En de goedkope telefoontjes worden dure telefoons. En er staat hier voor een paar €1000 een laptop op de tafel. Ja, met een hele fancy microfoon in het midden. Ja, dus er staat hier echt voor meerdere maandsalarissen aan elektronica op deze keukentafel van een paar tientjes. Want zo ben ik dan wel weer. Een keukentafel, ja. Toen ik ging verhuizen dacht ik, ik ga een keukentafel kopen. Ik check eerst Marktplaats al even of ik iets vind wat een beetje in mijn woning past. En daarna zie ik wel weer verder voor wat er dan komt. En we zijn nu 3,5 jaar verder dat ik hier woon. De keukentafel staat er nog steeds. Ik heb hem een aantal weken geleden een nieuw likje verf gegeven. En ik wil ook zeggen, hij functioneert prima als keukentafel. Ja, want hij staat en je kan er iets opzetten en hij staat in de keuken. Dus dat is wel de definitie, denk ik. Ja, nee, prima. Maar dat is ook, hè, van... Je hebt niet per se een nieuwe keukentafel nodig, want hij is al 3,5 jaar oud. Ik heb laatst wel echt een hele gave gezien. Zo'n hogere, weet je, dat je aan zo'n barkruk aan je keukentafel kan zitten. Dat is super vet. Alleen... Weet je, ja, in mijn woning, ik zou er eigenlijk 2 van die keukentafels nodig hebben. Dit is eentje waar je dan krap met z'n vieren aan kan zitten. En wij komen wel eens met een groep vrienden bij elkaar om samen te eten en zo. Dat is super gezellig. Ja, en aan deze tafel kan je dan gewoon met z'n 6 gaan zitten. En ja, die tafel die ik heb gezien, net niet. En een grotere, dat past dan weer net niet in deze woning. Dus ja, ik heb hem even laten staan. Dat is dan wel lastig. Maar goed, dan ben je misschien ook weer blij dat je hem laat staan. Ja, absoluut. Want anders dan ga ik mezelf weer opvreten dat hij eigenlijk in de weg staat. Of dat hij te klein is als ik mensen over de vloer krijg. Dus ja, ik kan ook best wel dingen laten staan. En deze keukentafel die doet het al 3,5 jaar voor een paar tientjes. En daar ben ik helemaal happy mee. Hij heeft zijn geld meer dan opgebracht. Absoluut. Hé, maar we hadden het even terug naar het onderwerp hoor. Want we hadden het er net over, er komt een smak geld binnen. Je vakantiegeld, je bonus, noem maar op. Wat ga jij er dan mee doen? Ja, nou, eigenlijk zoals ik net al aangaf, hè, dat geld gaat gewoon mijn systeem in. Elke maand hou ik bij in mijn budgetteringssysteem, in YNAB, hoeveel inkomsten ik heb. En in dit systeem heb ik een aantal categorieën gemaakt, een soort envelopjes waar je geld in stopt. En nou, daar kan je geld uit uitgeven uit die envelopjes. En dan weet je een beetje of je nog on track bent die maand voor wat betreft jouw prioriteiten. Want dat budget gaat er voor mij niet om dat ik mezelf restrictie opleg. Maar het gaat erom, wat is jouw prioriteit met geld? Elke euro moet, wat mij betreft, een baantje krijgen. Elke euro moet aan het werk gezet worden. En aan het werk gezet worden kan betekenen, deze euro is bedoeld om de hypotheek mee te betalen. En deze euro is bedoeld om over 5 jaar een nieuwe laptop te kunnen kopen. En deze euro is bedoeld om te gaan beleggen, zodat hij allemaal kleine baby-eurotjes kan maken. En dat geld dat elke maand mijn rekening binnenkomt, dat verdeel ik op die manier over die potjes. Mijn prioriteit is dat ik als eerste mijn beleggingsrekening wil aftoppen. Met het geld dat overblijft doe ik mijn vaste lasten. Daar heb ik gewoon een vaste bedragen voor de hypotheek, voor de verzekeringen, voor de sportclub en dat soort zaken. Daar weet ik gewoon, dat is elke maand een vast bedrag. En alles wat er overblijft, dat doe ik aan mijn overige uitgaven. Ik budgeteer geld voor mijn vakanties, want ik vind het leuk om op vakantie te gaan. Ik budgeteer geld voor kleding, want af en toe wil je wat kleding kopen. En het is niet zo dat ik elke maand dat geld voor die kleding opmaak. Maar dat potje, die envelop, die kan wat groter worden, wat dikker worden. En op het moment dat ik een keer nieuwe kleding nodig heb, dan betaal ik dat daar weer van. Dus op het moment dat er in een maand extra geld binnenkomt, dan verandert er helemaal niks. Want dat extra geld, dat gaat gewoon datzelfde potjesysteem in. Alleen het potje beleggingen wordt dan die maand wat groter. Of als ik zeg van, nou weet je, ik heb nu een bonus gekregen. Ik heb een jaar lang hard gewerkt. Ik heb het verdiend. Ik koop een flesje met een lekkere whisky. En dat is misschien 5% of 10% van die bonus. En de rest, die 90%, dat zijn extra beleggingen deze maand. Ja, even voor jou thuis. Hè. We zitten hier bij Bas aan de keukentafel. En wij hebben ook, als wij schuin naar rechts en links kijken, staan daar ook een aantal lekkere flesjes whisky. Dus af en toe verdient hij dus inderdaad wel even om een flesje whisky te kopen. Ja, ik verdien dit. Ja, dat heb je dan verdiend. Hè. Dat. Maar ik herken dat eigenlijk wel. Ik heb ook een aantal prioriteiten. Maar daarmee ben je dus eigenlijk gewoon heel bewust bezig met hetzelfde uitgeven als wat je altijd doet. Je bent niet zozeer bezig met, oh, ik verdien nog meer, dus ik kan nog meer uitgeven. En daar begonnen we eigenlijk deze aflevering een beetje mee. Ik heb 10 euro verdiend, dus ik wil die 10 euro uitgeven. Als iemand 30 euro verdient, ja, dan kun je een leuke fles whisky op zich nog van kopen. Ja hoor. En als die fles dan net 32 euro is, dan denk je, die 2 euro extra, dat kan dan ook nog wel. Ja, of je krijgt een nieuwsbrief en er komt een speciale botteling uit van 75 euro en je denkt, joh. Dat kan ook wel. Dat is nu wel een speciale. Dat is wel een speciale, dus daar worden er maar 300 van gebotteld, dus dan moeten we het maar doen. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Nou, ik heb best wel een aantal van dat soort flesjes ook in de kast staan. Maar kijk, op het moment dat ik heb dan een mazzel dat ik in een werkveld zit waar bonussen worden uitgekeerd. En op het moment dat ik een keer een bonus krijg, dat kan best wel netto een paar duizend euro zijn. Ja, als ik dan een fles whisky van 100 euro koop. Ja, dat is extravagant misschien om een whisky van 100 euro te kopen. Ja, misschien wel. Maar collega's van mij, die geven die 2000 euro direct uit aan iets heel anders. En een week later zijn ze weer vergeten dat ze het hebben uitgegeven. Terwijl ik nog een paar maanden kan genieten van een fles whisky van 100 euro. En die andere 1900, VWRL mensen. Terwijl jij, door jouw hele budgetteringssysteem en administratie. En ik heb ook inderdaad zo'n vergelijkingssysteem. Weet je gewoon al welke kosten er gaan komen. En heb je ervoor gespaard. Ja. En heb ik die incidentele inkomsten niet nodig. En daarom ga je ook gewoon niet klagen van, ja, het is allemaal zo duur geworden. Want dat heb je al lang gebudgeteerd. Absoluut. Nee, ik klaag eigenlijk nooit. Nee, maar ik denk dat dat wel een beetje de boodschap is die we hier ook proberen te verkondigen. We zaten een beetje van, ja, welke rode draad gaan we hier nou doorheen? Hè? Want we hebben het over minimalisme en de mentaliteit van geld. En meer uit willen geven dan dat erin is gekomen. Maar ik denk dat het daar uiteindelijk wel uitkomt. Het klagen over dat alles zo duur is geworden. Waarvan ik denk van ja, maar al had je het nou net even slimmer aangepakt, had het makkelijk gekund. Zo moeilijk is het niet, denk je dan? Hè? Nou, moeilijk misschien nog wel, maar je kan het makkelijker doen en je kan het beter doen, denk ik. Ja, er zijn zat mogelijkheden. En zeker wij millennials, hè, we zijn achter in de 20 inmiddels. Arjan met name, die begint al een beetje oud te worden. En dan moet je oppassen. Maar ik begin ook richting de 30 te bewegen, zoals mijn vriendin regelmatig mij helpt herinneren. Ja, van onze generatie zijn we nogal van het is allemaal mogelijk en het leven is één grote lol. En dat is het ook. Het leven moet ook leuk zijn en geld is ondergeschikt daaraan. Maar op het moment dat je met die mentaliteit over je geld na gaat denken... En je zegt van ja, nee, maar ik zie het allemaal wel. Wat later, ik leef nu met de dag en ik zie wat er later gebeurt, dat zie ik later wel weer. Ja, dat vind ik toch best wel een gevaarlijke mentaliteit. Maar daar hebben wij eigenlijk ook gewoon een nadeel, hè? Want de generatie voor ons, dat was het opbouwen en het wordt alleen maar beter. En ja, onze ouders die zijn dus ook gewend van het wordt alleen maar beter. En daar zijn wij ook mee opgevoed. En dat heeft de millennial nu echt wel als nadeel. Want wij denken, oh, het kan beter. Jee, we kunnen geld spenden en het gaat en het is altijd goed geweest. Het is ook altijd goed. We hebben nog niet, dus ik heb nog niet de hele slechte tijd meegemaakt. Ja, oké, de kredietcrisis 2008 tot in Nederland 2012, 13, 14, dat het een beetje na-appte. Ja, die heb ik wel zeker bewust meegemaakt, maar ik zelf werkte toen nog niet. Nee. Dus ik heb hem bewust meegemaakt om me heen en in het nieuws en bij mijn ouders. En ik zag overal wel dat er wat aan de hand was. Maar ik heb hem niet in mijn eigen portemonnee gevoeld. Ja, en dat maakt onze generatie toch wel gevoelig, ja, denk ik. Het gaat altijd goed, toch? Terwijl de komende generatie, die krijgen dus nu veel bewuster al mee. Van ja, maar je moet er wel hard voor werken. Je moet er heel bewust mee omgaan. Je moet bewust bezig zijn voor je toekomst, voor je pensioen, voor al dat. De studiefinanciering bijvoorbeeld, dat is geen gift meer. Wij zijn opgegroeid met een gift. Als je je diploma haalt, wordt het vrij kwijtgescholden. Lang leven de lol. Dank jullie wel, belastingbetalers, voor mijn diploma. Yay! Maar, en ik denk dat wij daar ook wel een nadeel mee hebben. En dat misschien ook wel... onze collega's zijn allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. En dat daar een soort van irritatie ontstaat. Dat iedereen maar denkt, het kan alleen maar beter. Terwijl ondertussen gaat het helemaal niet zoveel beter. We moeten er nog steeds hard voor werken en heel bewust mee omgaan. En ja, die groeicurve is minder hard dan in ons hoofd weerspiegeld wordt. Dus na al deze wijsheden denk ik, Bas, dat we onze luisteraar toch een aantal adviezen moeten gaan geven. Allereerst, blijf luisteren naar deze podcast. Sowieso, word goed met geld. En leer gewoon elke week weer wat nieuwe leuke dingen. Of blijf gewoon naar ons luisteren omdat je het leuk vindt. Dat kan ook. Ja, omdat Arjen zo'n fijne stem heeft vooral. Daarom. En wie weet krijg je nog eens wat te horen over de whiskycollectie van Bas. Verder, ja, zorg dat je voorbereidt op dingen die komen gaan. Ik schrijf elke maand al een bedrag over naar mijn spaarrekening. Omdat ik weet dat er over een jaar een rekening komt van mijn ziektekostenverzekering. Die ik gewoon in één keer betaal. Daardoor bereid ik me voor en valt het uiteindelijk wel mee. Bas heeft het ook al genoemd. Jij hebt ook je potjesysteem en je prioriteiten. Absoluut. Zodat je inderdaad, je weet nu al wat je volgende maand aan je hypotheekkosten moet betalen. Ja, maar dat niet alleen, want dat is echt dat zijn vaste lasten. En de meeste mensen weten wel wat de huur of de hypotheek is. En ook wat die volgende maand gaat zijn. Die is vaak hetzelfde als van deze maand. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel de dag waarop die afgeschreven gaat worden. Maar... ik ga niet elke maand op vakantie. Jij ook niet, Arjan, denk ik? Nee, maar ik spaar er wel voor. Ik spaar er elke maand voor, want ik weet... 1 of 2 keer per jaar ga ik op vakantie. Dat kost me misschien €1000. Ja, in die maand even €1000 nog ergens vandaan toveren... terwijl ik ook gewoon de hypotheek moet betalen... en allerlei andere dingen moet doen. Dat is misschien wat lastiger. Dan ga je klagen dat alles zo duur is geworden. Dan ga ik klagen dat het niet meer kan... en dat de maand er is... maar dat het geld nog alweer op is en zo... en allemaal moeilijke dingen. Terwijl als je elke maand €100 opzij zet... dan valt het best wel mee. Ja. Nou, dat is denk ik de essentie van goed met geld zijn... is dat je een beetje nadenkt over de toekomst... en je hoeft niet helemaal bezig te zijn met je pensioen... want dat is nog zo ver weg. Dat zien we dan allemaal wel weer... Maar het helpt wel om alvast bezig te zijn met... ga voor jezelf eens na welke kosten ga ik in de toekomst krijgen... en kan ik die een beetje gaan uitsmeren over het jaar eigenlijk. Ja, en mijn tip daarin is eigenlijk... begin gewoon met bijhouden wat er uitgaat. Want op het moment dat jij bijhoudt welke uitgaven jij nou elke maand hebt... of die je, laten we zeggen, over een tijdspanne van een jaar... schrijf nou gewoon elke keer eens op wat is waaraan opgegaan. Vervolgens weet je dus eigenlijk ongeveer al van een gemiddeld jaar... wat jij komend jaar ook weer aan uitgaven hebt. En daar kan je dus op gaan budgetteren. En daarop kan je ook je voorbereiden op weer die uitgaven. Ja, Arjen en ik hebben allebei meerdere artikelen geschreven over budgetteren en het vooruitkijken door de maanden en misschien zelfs wel door de jaren heen. Hoe je met je uitgaven omgaat en welke uitgaven eraan zitten te komen. En hoe wij zelf persoonlijk onze budgetten bijhouden en op hebben gezet. Daar gaan we naar linken in de show notes. Volgens mij heb ik hem al genoemd, maar www.goedmetgeldpodcast.nl/027, aflevering 27 vandaag. Dus check dat ook gewoon. Als je inspiratie nodig hebt, van waar begin ik in godsnaam? Check gewoon even, wat doen anderen die hier allemaal bezig zijn? Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Nee, gelukkig niet. Dat zou echt vervelend zijn. Daarvoor zijn wij er, toch? Ik ben ooit een keer inderdaad met mijn Excel begonnen. Nou, ondertussen in de afgelopen 10 jaar is die al zoveel doorgeëvalueerd. En inderdaad, er staat een kopie van mijn Excel inderdaad op mijn blog. Jij hebt een aantal artikelen geschreven over YNAB, het programma wat jij gebruikt om inderdaad al jouw inkomsten en uitgaven te trekken. Begin inderdaad daar gewoon mee, want misschien kan je nog niet echt gaan budgetteren, maar je kan je er wel voor op gaan voorbereiden wat er nu misschien komend jaar weer gaat gebeuren. Ja, dus de mentaliteit van geld, hè. Laten we even terugkomen naar de basis. In Nederland en zeker bij onze generatiegenoten, bij het woord millennials. In onze generatie is het heel gebruikelijk. Het gaat allemaal goed en het gaat altijd goed en het blijft ook wel altijd goed gaan. Dus het geld dat ik volgende week ga krijgen, dat kan ik nu alvast uitgeven, want wat kan er misgaan? Ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. Dat de mentaliteit van geld toch weer een stukje terug moet gaan naar de bewustwording. Naar zorgen ervoor dat je aan je prioriteiten denkt. Als je vakantie belangrijk vindt en je vindt dat belangrijker dan kleding kopen, zorg ervoor dan ook dat je je geld opzij zet voor je vakantie. En dat je niet morgen allerlei kleding gaat kopen, waardoor je niet meer op vakantie kan. En dat je dus ook niet meer hoeft te klagen dat alles zo duur is geworden. Maar dat je gewoon inderdaad wel op vakantie van ruim 1.000 euro kan. Omdat je er gewoon echt al een jaar voor hebt gespaard. Ja, en dat je geld niet aan allerlei andere onnodige zaken uitgeeft. Ik spaar 40% of 50% van mijn inkomen. Dat hoef jij niet te doen. Als jij zegt van ik wil het uitgeven aan die vakantie, doe dat vooral. Doe dat vooral aan bedrijven die weer in mijn index tracker zitten. Maar goed met geld zijn, dat heeft gewoon te maken met dat je bewust bent van je uitgaven. Dat je nadenkt over wat vind ik belangrijk om te doen met mijn geld. En dat je dat er volgens mee doet. Aan de belangrijke dingen kan je heel veel geld uitgeven. Aan de onbelangrijke dingen, geef daar gewoon geen geld aan uit. Ja, en dan denk ik dat je ergens halverwege uitkomt als iemand die heel goed met geld is. Ik weet het vrij zeker. Wij waren goed met geld vanuit het hoofdkwartier van firedebos.eu. Stoppen voor mijn 50ste was op bezoek. En wij spreken je volgende week weer. Dit was aflevering 27. Tot volgende week.